Ja, Alex Pastoor, ik vroeg het ook aan Thomas Verhaar. Jullie winnen hier, maar daar zag het in de eerste helft niet naar uit, hè? Nee, zeker niet. Dus in de eerste helft, de eerste 30 minuten, hebben we onszelf in een figurantenrol gedrukt. En dat laatste kwartier van de eerste helft, dat ging er een klein beetje op lijken. En niet toevallig in die periode, of rond die periode, hebben we 3 keer alleen voor de keeper gestaan. Dus we zijn echt wel in de wedstrijd gekomen. Ja. Dan heb je wat tactische vondsten in de rust en dan weten ze er helemaal geen raad meer mee. Want je had een heel ander systeem met 2 backs die heel hoog gingen spelen. En op het moment dat zij in de aanval waren, nou, een soort 5-mans verdediging. En nou, dat werkte goed. Ja, kijk, zij speelden 4-4-2 of iets wat daarop leek. Met mensen zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Met een tweede spits die in de spits speelde, maar zich ook vaak op de nummer 10 positie liet vallen. Nou ja, soms kun je dat gewoon in de situatie oplossen en kun je doorgaan zoals je het altijd hebt gedaan. En nu hadden we het eigenlijk al van tevoren een beetje ingevuld. Zij zijn niet bij machten geweest om te bekijken wat er gebeurde en om dat op te lossen. Is dit ook iets misschien voor volgend jaar, wanneer je in de Eredivisie gaat acteren en ja, soms ook wel wat veel tegenstand kan krijgen? Want de eerste helft hadden jullie het moeilijk en ja, de tweede helft niks meer weggegeven nauwelijks. Nee, maar het wordt vaak uitgelegd als een verdedigend systeem. En dat zeker niet, want jullie stonden heel hoog met Floranus en met Dumfries. Nee, maar ik bedoel te zeggen, als de tegenstand wat groter is, dus dan ga je al uit van het principe dat je dan moet verdedigen. En dat komt ook natuurlijk wel eens. Hè? Maar het gaat er vooral om, dat heb ik net ook tegen de jongens gezegd, dat je in een situatie, welke veldbezetting je ook speelt, maar dat je gewoon de ruimtes herkent. En die ruimtes moet je herkennen op het moment dat je de bal niet hebt. Net zoals dat je de bal wel hebt. Met een wonderschone treffer van Verhaar die toch weer, tussen aanhalingstekens, eindelijk weer scoort. Ja. Nou, kijk, in de eerste helft hebben we natuurlijk ook 2-3 enorme kansen gehad. Maar ik vond dat we stopten er veel te weinig energie in. En in de tweede helft ging het voetbal erop lijken. En de energie die we erin staken, die kwam wat mij betreft vooral uit het brein. Dus het herkennen van situaties, het maken van keuzes. En nog eens een hele accurate uitvoering erbij. Daar gaat het uiteindelijk om. En het overwicht in de tweede helft was gigantisch. Wat we weggaven, dat past in een pinda. En wat we gecreëerd hebben. En hoe makkelijk we zowel verdedigend als aanvallend overeind bleven. Dat geeft de burger moed, zullen we maar zeggen. Voor de wedstrijd mooi moment. Erkenning van het publiek van Maastricht. Want de speaker roept op van ga staan voor de kampioen. Ze gaan allemaal applaudisseren. Jullie krijgen nog een bos bloemen. Jullie werden mooi ontvangen hier. Ja, grandioos. Mensen hoeven dat niet te doen en dat ze daarvoor de moeite nemen. En ik had het idee dat het nog echt gemeend was ook. Dus dat is fijn, dat is sportief en dat is leuk. Tot slot, je wint. Ben je dan ook van het gezeur af van dat jullie er klaar zijn met de competitie en de wedstrijd niet serieus namen, ondanks dat de eerste helft matig was? Ja, kijk, tussen willen en kunnen zit soms nog wel eens een gaatje. Je hoort het aan mijn stem. Ik heb wel wat geroep af en toe. Ik leek Simeone wel af en toe. Maar kijk, als je elk jaar voor een kampioenschap speelt, dan ben je gewend aan spelen terwijl je al iets gewonnen hebt. Ja, dat zijn wij duidelijk nog niet. Maar in het laatste kwartier van de eerste helft en de gehele tweede helft, als je ziet hoe effectief de energie die je erin steekt dan uitpakt, ja, daar doe je het voor. Succes, goede terugreis. Dank je.